Ram, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 8. En dat is van maandag 17 februari tot en met zondag 23 februari. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Ram alsof deze week een bepaalde keuze gemaakt moet worden. En dat vind je lastig omdat ik het gevoel heb dat je niet helemaal bij je eigen gevoel kan komen. Dus je wil een keuze gaan maken die voor mijn idee te maken heeft met het hart of te maken heeft met iets wat je belangrijk vindt. En je kunt het eigenlijk niet goed uiten. Ik zou ook zeggen voor jezelf, probeer daar wel heel goed naar te luisteren. Want op het moment dat je niet naar je gevoel luistert en je neemt wel een gevoelsbeslissing, kan je er misschien later wel op een andere manier over na gaan denken. Hè, lukt het je nou niet helemaal? Maar om bij je gevoel te komen, moet je dat besluit toch gaan nemen. Probeer het wat uit te schrijven. Probeer er op verschillende manieren naar te kijken. Maar ik zou je aanraden om het niet te snel te doen. Omdat je anders gewoon echt een stukje vergeet. En nou ja, dan kan je eigenlijk misschien zelf wat afgesloten voelen van je eigen ideeën. En dat kan natuurlijk ook nooit de bedoeling zijn. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.